En daar gaat de man die al jaren triomfen heeft gevierd op de ijspistes, die u aan uw televisietoestel heeft gekluisterd. De man met zonnebril, Phil Anderson. Goedenavond, dames en heren. U heeft het aan onze inhoudsopgave kunnen zien. Studiosport heeft voor u 3 evenementen uit de zaal en een frisse neus aan het eind. Dat leek ons de juiste verhouding voor deze laatste zaterdag van 1985. Laten we beginnen in Apeldoorn. Daar wordt in deze tijd van het jaar traditioneel het Dynamo volleybaltoernooi georganiseerd. En bij de editie van dit jaar viel speciaal de aandacht op het Nederlands damesteam. Want dat Nederlands damesteam had tijdens het recent hier in Nederland gehouden Europees kampioenschap per slot van rekening een bronzen medaille gewonnen. Die ploeg, het Nationaal Damesteam, speelde tegen de organiserende vereniging vanmiddag tegen Dynamo. We gaan kijken naar de samenvatting met vocale begeleiding van Jan Stekelenburg.